allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog van Ikke. Ik sta momenteel in Imphi. Het is donderdag, bijna 7:45. Ik heb me eigenlijk om 7:30 hier gemeld. En ja, dan moet je wachten. Ik heb mijn telefoonnummer opgeschreven, zeg maar. En dan krijg je een sms'je als je naar binnen mag. Het is een grote fabriek en ik heb 3 pallets om te lossen. Daarna heb ik nog 2 klanten. Dus jullie gaan vanzelf al zien waar we naartoe gaan. Dan heb ik nog iets. 24 juni. Dan is er een truckshow van onze partner, zeg maar, Scandi Souvenirs. Dus waar je ja, onze merchandise kan kopen. Die organiseren elk jaar een truckshow. En 24 juni. In Biezenmortel is dat. Ja, zoek ze even op Facebook of op Instagram of Scandi Souvenirs. Ja, kan niet missen. Daar staan ook alle gegevens. Daar ben ik in ieder geval ook bij. Sebas weet het nog niet zeker. Nou, dat zien we dan tegen die tijd wel. Dus ja, mocht je het leuk vinden, kom gezellig langs. Er staan een hoop ja, showtrucks. Ergens rond de 150 of ik weet niet, en plus. Dus ja, mocht je zin hebben, kom gezellig een bakje koffie doen. Ik ben er de hele dag. Het is van 10 tot 5. En ja, nou ja, dat. Ja, ik hoop voor nu dat ik in ieder geval zo naar binnen mag. Want de rit die ik heb, is aardig pittig. Het ligt allemaal niet bij elkaar om de hoek. Het zijn maar 3 klanten, maar je gaat vanzelf zien waar ik allemaal naartoe ga vandaag. Dus nou, ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Nou, het is 9 uur en ik kan naar binnen toe. Ja, ik heb erover gebeld, maar ik weet ook niet hoor, 3 pelletjes jongens. Hey. Maar ja, het is niet anders. Leegbonnetje gepakt. Even maar mijn papieren houden. Ja, dan ben ik op het terrein, maar dan kijk ik ver vooruit. Maar er staan nog gewoon 2 auto's voor me. Dat is echt niet normaal. En ik heb zelf een pompwagen bij me, ik heb ook zelf een kleptrailer. Ik kan het eventueel zelf lossen, maar dat mag allemaal niet natuurlijk. Van je fijne fabrieken zijn dit altijd, maar ja. Het is werk, hè? Dat zeggen ze, dus ja. Ook dit werk moet gedaan worden. Nou, ik ga hem eigenlijk eventjes op het tweede honk melden. Eens kijken wat ze willen. Nou, de andere kant heeft hij die pellets er al af, dus 5 minuten werk, zeg. Zo, nou, poepoe.
Het is 10 uur, 9:55. En ja, het heeft precies 7 minuten geduurd, denk ik. Inclusief twee zijkanten open en dicht maken. Maar dat wil wel zeggen, ik moet 166 kilometer naar de volgende in Rouen. Nou, dat wordt al niks meer voor de middag. En die daarna komt, ja, dat is ook een heel eind rijden. Dat wordt vandaag al niks meer. Dus dat is weer helemaal top. Ja, ik, ja, je kunt er ja, druk om maken, maar dat helpt toch geen Floyd. Dus dat gaan we ook zeker niet doen. Dus we gaan lekker op ons gemakje naar Rouen. En dan, nou, dan kijken we wel wat we daarna gaan doen. Maar ik denk naar een restaurant. Ja, het is nou toch al kapot. Ik had nog een klein beetje hoop om vandaag alles te lossen. Nou ja, dat hebben ze hier eventjes om zeep geholpen. Dus ik ga even uitwegen en dan ga ik gas geven.
Nou, we zijn bijna in Roanne. Ik ben volgens mij al wel eens bij die klant geweest. Ja goed, dat maakt even niet uit. Want ik moet nog 10 kilometer of zo. Nou, ik maar eens even kijken. De naam komt bekend voor, maar het is heel lang geleden denk ik. Maar goed, dat maakt niet uit. We gaan het zo zien, maar ik ben er om 1:15. Dus ik, ja, ik vrees dat ze daar nog aan het pauzeren zijn, maar goed. Als het die klant is die ik denk dat het is, dan heb ik daar volgens mij ook nog geen mogelijkheid om te blijven staan. Maar goed, ik ga het zo wel even zien. En dan rijden we maar even een extra rondje of zo. Of in ieder geval, dan even ergens aan de kant kunnen zetten. Maar ja, zorg ik voor zo meteen. Nou, ik ben er, maar ik weet niet of dat ik daar wel kan lossen, want ze zijn met de weg bezig. Dus ik weet niet hoe dat hier zit. Maar ik ga het even vragen, dat is misschien wijzer. Voordat ik allerlei capriolen uithaal, dat wel niet nodig is. Zo, nou ik ben er even naartoe gelopen, maar ik kan inderdaad niet lossen hier zo. Ik zal even laten zien. Dat poortje moet ik in, achteruit. Ja, ze zijn de achtertuin aan het asfalteren en daar zijn wel de docks om te lossen. Dus nu zegt hij, je moet naar de andere kant. Daar hebben ze blijkbaar ook een poort. Waar ik terecht kan, dus daar gaan we daar naartoe. Even zien hoor, even zien. Hier hebben we een witte poort. Ja, die man die zegt. Dat ik er gewoon vooruit op kan. En dan, ja, dat kan zeker, maar. Er staat een auto op de hoek geparkeerd ook. Jongens, jongens, jongens. Ja, dat gaat nooit lukken hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Ja, dat is niet te geloven, jongens. Hey. Dit zijn adressen. Dan ga ik vooruit het park in, hè? Hey. Overal een oplossing voor. Maar ja, dan kan ik wel bij die man op het terrein. Ja, jongen. Ze houden het verkeer even tegen voor me.
De zeeuw. Inmiddels is de boel gelost. En ga ik hem even buiten dit poortje zetten. Het is... Je zag het, één zak was kapot. Daar heb je best een hoop plezier van, zeg maar. Nou, dat geeft niet. Ze hebben dat ook weer netjes opgeruimd. Kennen hun niks aan doen en kennen wij niks aan doen. Dat is precies op de naad was hij gescheurd. Dus ja. Dat heb je met dat soort zakken. Dat kan gebeuren. Dus nu ga ik even kijken, want ik had eigenlijk verwacht dat ik niet meer zou lossen. Rond deze tijd. Maar dat is dus wel gelukt. Dan ga ik nu even kijken waar ik precies naartoe kan. Nou, ik heb even gekeken en ik kan er om 4:50 zijn als er niks tegen zit. En ja, weet je, het is nu 1:30. Het is 3 uur rijden. Nou, als er iets tegen zit, dan ga ik het dan niet meer trekken. Dus ik ga eens even kijken, ja, als ik eventueel nog wat inloop. Of het dan zin heeft om er nog naartoe te rijden, maar er zit verder ook weinig in de buurt qua restaurants. Dus ik denk dat het gewoon regelrecht naar het restaurant is. We komen er op de weg naartoe komen we er een paar tegen, dus prima. Ik heb even gekeken naar de omstandigheden en dergelijke. We zijn nu Lyon voorbij. Maar ik ben om 4:55 bij die klant. Ja, die gaat mij never nooit meer los. Dus ja, dan houdt het vandaag voor mij denk ik wel een end op. Want er zit niet zo heel veel tussen. Ja, bij Lyon zelf wel. Qua restaurants. Maar ja, verder door eigenlijk vrij weinig. Dus ja, ik rijd nog 30 kilometer en dan sta ik bij de laatste, denk ik, als ik die kant op moet. Nou, dan sta ik er, even denken, dan sta ik er 90 kilometer vandaan, dus een uurtje rijden, nou best. Dan doen we dat morgen. Maar dan sta ik in ieder geval bij een fatsoenlijk restaurant waar je kan douchen en fatsoenlijk kan eten. En als ik daar sta en ze zeggen van nee, je krijgt of je hoort niet meer los, dan sta ik in de middle of nowhere. Dus dat gaan we niet doen. Ja, we staan wel een tijd stil. 4 uur, ja goed, het zijn. Zo, goedemorgen. Inmiddels is het vrijdag. Het is nu 8:15. Ik sta in Grand Crevier. Zo. Moeilijk woord. Ja, ze gaan hem even lossen. Het zijn 28 pelletjes gestapeld, dus 14 plaatjes. En daarna gaan we bij richting Bourg en Bres om daar een vrachtje banden te laden. Dus ja, ik kan hier niet naar binnen toe.
Dus het is even afwachten hoe lang dat het duurt. Maar goed, we gaan het zo meemaken. Zo, nou het is 9 uur. Ze hebben er toch wel 14 pelletjes uit kunnen krijgen in een uur tijd. Dus dat valt er niks tegen. Maar goed, dat wil wel zeggen dat ik kort op de middag bij de volgende klant ben om te laden. Dat is maar de vraag of hij dat voor elkaar krijgt. Maar goed, dat gaan we vanzelf zien. We gaan die kant op. Het is 127 kilometer rijden. Het is wel een mooie route, want we gaan over de route Blanc. Een stukje. Dus nou, neem ik weer een paar stukjes van mee. Slecht weer, jongens. Het waait. Ja, echt hard. Regen, regen, regen. Niks anders dan regen, hoor. Oh. Het is niet gezellig rijden, zo zeg maar. Maar ja, goed. We zitten gelukkig droog. Zo, nou we zijn waar we moeten zijn, maar ik kan nog niet naar binnen, want er staat een andere auto binnen. Die, zoals ik kon zien, was bijna geladen. Dus, nou, nog even geduld en dan gaat eigenlijk de poort automatisch open en dan kan die andere eruit. En dan kan ik erin. Nou, dat zal ik even proberen om in beeld te brengen. Je moet vooruit naar binnen en dan moet je tegen een brug aan. Dat gaat allemaal op zich wel. En dan gaat hij laden.
En je moet langs dezelfde ingang eruit. Of ja, dan is het de uitgang eigenlijk. Alleen, ja, je kan niet draaien op het terrein of zo. Ja, dat kan wel, maar je moet eerst even een stuk terug. Maar goed. Ik ga maar even melden. Nou, zoals jullie zien wordt hier alles met de heftruck geladen. Dus nou prima, hij zit bijna vol. Nog even geduld. Nou, nu gaan we hier weg. Ja, we zijn geladen, dus ja. 1:15. Op zich niet verkeerd gelopen hoor, maar... Ja. Dat weet je, het duurt gewoon wat langer met dit soort klantjes. Maar ja. Zelf weinig aan te doen, even een paar spanbandjes erachter doortrekken. Vind ik altijd wel een lekker gevoel. Nou mensen, inmiddels zit ik weer op de snelweg richting huis. Ik moet nog 800 kilometer. Dus dat wordt morgen in de loop van de ochtend ergens. Maar goed, dat is niet anders. Dan is het gewoon zaterdag. Dus, niet vergeten, 24 juni. Dieselgarten heet het. Dieselgarten in Biezenmortel. De truckshow van Scouting Souvenirs. En nou ja, tussendoor komen er nog wel een paar vlogs, denk ik. En dan voor nu wens ik jullie een prettig weekend en tot de volgende vlog. Houdoe!